Yo, YouTube, Acer hier. Welkom bij deze nieuwe video. Dank u wel voor alle support en alle lieve berichtjes die ik heb gekregen in de laatste week. Ik heb gezien dat op TikTok ook gewoon iets zijn heel eigen leven is geleid. Dat is dankzij jullie. Dat is allemaal dankzij jullie. Dank u wel. Big kisses, big smooches, thanks. Like, sub. Ik heb rare nieuws, man. Ik heb echt... Ik krijg al heel de week berichten. De minister Vincent van Quickenborne al sinds maandag een soort van live Q&A tour aan het doen is door sommige scholen in België. En vooral door de middelbare school. En daar dus een mini Q&A met de klas over justitie. Daar werden dan elke keer redelijk wat vragen over mij gesteld. En dan heeft hij mij elke keer eigenlijk volledig zitten uitscheiden. Dat weet ik al. Man heeft in het parlement ook al eens over mij gesproken. Toen was hij ook niet zo vriendelijk. Met zijn kale bats, man. Hij is ook van West-Vlaanderen. Je zou dan denken dat wij moeten team uppen, maar nee. Hij stemt daar dan volledig af te breken vooraan. En dat doet hij in die Q&A's ook. Voor de hele klas. Hij is VLD niet echt populair aan het maken, man. Maar waarom? Waarom de fuck doet de minister van Justitie een tour op middelbare scholen? Ik denk dus dat er een beetje turbulentie is. En dat hij probeert de gemoedsrust terug te laten keren bij de jongeren. Door mij te gaan zwart maken. Ik wou hier een video over maken, maar ik had geen bewijs. Iedereen stuurde dat naar mij, maar ze hadden niet gefilmd. En vandaag is er een klas die het eindelijk heeft gefilmd. Love it! Ik zou graag een shout-out doen naar deze school, maar ze wouden liever anoniem blijven. Dus bij deze, thank you. Een big smooch! Voor de mensen die niet van België komen, dus niet weten wie hij is. Hij is onze minister. Hij heeft niet zo'n kale bats als dat ik dacht. Hij heeft altijd zo die ronde brilletjes aan. Hij is ook niet zo groot. Hij zit bij de Open VLD. Dat is de liberale partij. En hij is de vice-eerste minister en de eerste minister van Justitie. En de Noordzee. Hij heeft dus wel een redelijk hoge rang. En hij is minister van Justitie. Wat hem dit jaar eigenlijk niet veel goeds heeft opgeleverd. Was hebben allemaal auto's gevonden waar guns in lagen. Die ze wilden gebruiken om hem te killen. En hij heeft al een paar keer moeten onderduiken dit jaar. Omdat er allemaal drugsbaronnen waren die hem wilden kidnappen. Hij heeft niet zo'n makkelijk leven. Hij is ook burgemeester van Kortrijk, man. Maar nu is de rust dus even weer gekeerd. En doet die Q&A's over zijn post als minister van Justitie en Noordzee op middelbare scholen. Eerder deze week moest hij wel voorkomen op het parlement, omdat hij gepist had tegen een politiebusje. Hij had niet gepist tegen een busje of zo. Hij had een verjaardagsfeestje gegeven in zijn tuin. En om criminelen af te schrikken, hadden ze een leeg politiebusje voor zijn deur gezet. En daar hebben zijn vrienden dan tegen gepist. Meerdere keren. En toen is hij op het matje geroepen, omdat hij er blijkbaar mee stond te lachen op de camerabeelden. Je weet ook niet hoe dit allemaal komt. België is een toplandje, man. Het gerecht is een onderzoek gestart naar een incident aan het huis van minister van Justitie van Quickenborne in Kortrijk. Tijdens een verjaardagsfeestje daar hebben dronken gasten op straat tegen een politieauto geplast. Ik check eigenlijk nooit naar het nieuws. Ik volg al die dingen eigenlijk niet. Maar als er dan dingen als dit zijn... Minister van Justitie heeft een crazy birthday party gegooid in zijn villa. En al zijn gasten, die allemaal op elkaar leken. En allemaal exact dezelfde outfit aan hadden. Dit zijn allemaal hele rijke, oude, kale mannen. Die allemaal exact dezelfde haircut hebben. Die allemaal een zonnebril tussen hun spletje gestoken hebben. Deze mannen waren dus iets te dronken. En zijn allemaal 's nachts meerdere keren... Dat busje gaan pissen. Op politiebeelden zou te zien zijn dat er wel 3 keer tegen die combi wordt geplast. En dat Van Quickenborne zelf om 4 uur 's morgens ook in beeld komt, al lachend plasbewegingen maakt en zelf de deur van de combi opent. Wat? Ik denk tegen dat busje gepist wordt door zijn vrienden. Nou, daar kan hij vrij weinig aan doen. Maar als hij dan zelf nog naar buiten komt. En wat zeggen ze? Pissende bewegingen maakt. En de combi open doet. Ja. Minister van Justitie, man. Hij heeft dus zelf deze beelden getoond aan de media. Om te bewijzen dat hij geen pissende bewegingen aan het maken was. Ik leun gewoon achterover. Zeggen dat je hieruit kunt afleiden. Dat ik wist wat er gebeurd was 4 uur daarvoor. Dat is toch verregaand. Dit is van vorige week, hè. Dit is niet zo lang geleden, dit is vorige week. En dat de minister plasbewegingen maakt naar een combi. Met deze beelden wil hij aantonen dat dat niet zo is. En dan rond 3:59 zie je dat ik samen met de gast aan het wachten op de taxi aan het spreken ben. En dit zou kunnen worden een bepaalde beweging. Dus ik leun achterover. Daarna... Ik leun gewoon achterover. Met mijn 2 handen toevallig bij mijn kruis, man. En mijn vriend vindt het gewoon hilarisch dat ik even naar achter leun. Deze guy is dus nu Q&A's aan het doen op middelbare scholen. Om de kinderen te vertellen dat ik toch in de fout ben. Wild. En dat is gefilmd, dus dat gaan we even checken. Ik denk dat de vraag was: hoe kan het dat ik een zwaardere straf ga krijgen dan die reuzengommers? Goeie vraag. Een moeilijke vraag voor hem. Maar hij heeft er goed op geantwoord, zoals een politieker. Gewoon de vraag volledig overslaan. Ik kan tot een zwaardere straf dan die reuzengommers.
Nu, het is niet de eerste keer dat meneer Asset dingen vertelt die niet klopt. Het is niet de eerste keer dat meneer Asset... Spreek het daar goed uit, man, met je kale bats. Het is niet de eerste keer dat meneer Asset dingen vertelt die niet kloppen. Wanneer? Wanneer heb ik video's gemaakt met foutieve informatie? Ik doe alsof ik hier een heel fake news channel run, waarmee ik de kinderen probeer te indoctrineren met fake news. Dat doe ik niet. Classic politieke bullshit, man. Ze willen weten waarom mijn straf hoger gaat zijn dan die van de reuzenhommers. Je moet niet delen met hun dat ik in jouw hoofd veel shit vertel dat niet waar is. Dat heeft daar niks mee te maken. Nu, het is niet de eerste keer dat meneer Asset dingen vertelt die niet klopt. Wanneer nog? Wat heeft Asset gedaan? Waar wordt hij van beschuldigd? Heeft iemand, een reuzenhommer, die niets met die zaak te maken heeft, met naam en toenaam bekendgemaakt op internet? Hij heeft niks met die zaak te maken. Helemaal niks. Waarom beschermen ze hem zo, man? Dat heet toxie. Dat betekent mensen die onschuldig zijn, gewoon beginnen belasten. En dat is een misdrijf, dus laster en eerhoofd. Als ze onschuldig zijn, is het laster en eerhoofd. En meneer Van Quickenborne is blijkbaar wel heel zeker dat ze onschuldig zijn. Dus zoals ik, iemand van jullie zou beschouwen als minister van verkrachting. Insane! Dat ik, insane! Heb je dat gehoord? En ik wil het nog één keer, what the fuck. Dus zoals ik, iemand van jullie zou beschouwen als minister van verkrachting. What the fuck? Als voorbeeld. Even als voorbeeld. Het is hetzelfde als ik als minister een van jullie zou beschuldigen van verkrachting. dat is niet wat ik heb gehad. Wauw, voorbeeldje, man. Ik weet op wie dat ik niet ga stemmen deze keer. Dat ik iemand in de klas van Johan zou zeggen van, ah ja, die persoon dat is een verkrachter. En ik gooi dat in de eten. Ja. En dan gaan alle vrienden in de klas zeggen, ah tja, een verkrachter, dat wisten we niet. En dan zijn de mensen waar ook eens is vuur. En zo begint het. Ja, je moet je in rechtsstaat wel kunnen verdedigen tegen dat soort beschuldigingen die totaal onterecht zijn. Ik hoor Roosemoes in dit klaslokaal over zijn uitleg. Hij is hier geen homeren aan het slaan, man. Als dit strategie is om een politieke campagne op gang te trekken bij mensen die dit jaar voor de allereerste keer mogen stemmen, damn. Dan had hij je vragen toch iets beter moeten voorbereiden, man. In plaats van als voorbeeld te geven dat je gewoon iemand uit deze klas gaat beschuldigen als verkrachter, je doet hier alsof ik geen bewijzen gegeven heb in mijn video. Alsof ik gewoon gezegd heb van, joh, en deze guy is ook schuldig. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb veel bewijzen getoond. Maar goed, dat boeit deze guy dus allemaal niet. Hij zegt Asset, ja, maar ik riskeer een hogere straf. Hij weet dat Asset is. Hij voelt zich gewoon te entitled om Asset te zeggen. Dus hij zegt Asset. Ja, maar ik riskeer een hogere straf dan die reuzenhonden. Aha, toch nog de vraag die gesteld is. Insane. Klopt niet. Hij zegt dus dat klopt niet. En dan gaan we naar het volgende clipje. Oké, here we go. Hopelijk zit er geen knipje in. Duidelijk te maken dat ik dat soort dingen niet moet doen. Maar de manier waarop men daar populistisch tekeer gaat, is eigenlijk echt een rechtsstaat onwaardig. Wat? Men moet bij de feiten blijven en mensen ons onterecht beschuldigen van iets, hè? Dat vind ik echt te ver over. En zeker in een tijd van sociale media, dat nieuws verspreidt zich als een vuurtje. Je moet zelf maar eens beschuldigd worden door iemand van iets dat niet klopt. Ik denk niet dat je dat zeer aangenaam zou vinden. Voilà. Dat is hetgeen wat ik wil zeggen over Asset. Maar bro, hoe is hij zo zeker dat die guy onschuldig is? Je kan het ook gewoon allemaal vinden online. Hè. Alles wat ik gezegd heb, staat ook overal gepubliceerd online. Als je een klein beetje research doet, ga je al direct vinden dat de guy waarover gesproken wordt, guy waarvoor ik naar de rechtbank moet, dat hij wel schuldig is. Oké, hij was niet aanwezig op de doop. Dat heb ik ook gezegd. Hij was prezes van het jaar ervoor en daardoor krijg je zo nog een speciaal rolletje in het jaar erna bij Reuzenhom. Dat staat allemaal gepubliceerd. Ik weet niet waarom Van Quickenborne hier zo zeker van zijn stuk is. Het is onze minister van Justitie, by the way. Ik snap dat hij het hele gerecht moet bekken met een uitspraak. En dat hij moest zeggen dat Reuzenhom een straf hoog genoeg was. Anders zou hij tegen zijn eigen justitie ingaan. En dat is een beetje raar als minister. Maar hij heeft hier nu als allereerste niet één keer gezegd dat hij echt onschuldig is. En dat ik iemand die volledig onschuldig was, volledig online heb veroordeeld. Hij heeft het echt 10 keer gezegd. 10 keer duidelijk de nadruk erop dat ik iemand willekeurig erbij betrokken heb. Insane. Ik weet niet waar hij hiermee probeert te winnen. Hij heeft niet op de vraag geantwoord, he. Volledig niet. Ze wouden gewoon weten waarom mijn straf hoger zou kunnen zijn dan die van hun. Hij heeft gewoon gezegd dat dat niet waar is. De rest ging over het feit dat ik iemand willekeurig beschuldigd heb. Misschien wil hij na deze video ook eens video chatten met mij. Dat zou een leuke video zijn, man. Ik hou van jullie. Dank u wel voor alle support. Ik hoop dat jullie dit een leuk filmpje vonden. Shoutout naar de mensen die dit gedeeld hebben. Als hij nog langskomt bij jullie, stel dan een leuke vraag. Vraag of hij al Fix Asset merch gekocht heeft. Top shit. Hey, bedankt om te kijken. All the love. All the fucking power. En tot de volgende keer. Joejoe. You took the bomb.